Slechte vader, kind afleveren met carnaval op school, zonder carnavalspak. Nee, 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 ook geen Enschede, ook geen Valkenburg, nee, Uden. Ik ben in Uden vandaag, ik loop nu naar theater Markant Uden, waar ik mag jureren bij de ijsvakwedstrijd. Dat doen ze elk jaar een soort branchevreemd jurylid. En vandaag gaat het over de ijscreaties, de koeps. En dan mag ik mijn ongezouten mening geven. En dat vind ik heel leuk, want ik ga niet kijken naar smaak of naar kleur of wat dan ook. Ik ga kijken naar spanning, of het spannende creaties zijn. Arrivé. Ik kom jureren. Oké, okay, en wat is uw naam? Veldkamp. Dankjewel. Dat is de liefde. Ook recepturen. Ik zal gelijk even uitdelen. Er staan alleen nummers op. Twee setjes. Al twee seizoenen presenteert zij als presentatrice bij Omroep Max Hallo Nederland. Marcia. Juryoverleg. Dat was best intensief ijs eten de hele dag. Ik ben hier in Markant Uden op de ijsvakdagen. En het is reet interessant ijs. En niet alleen qua smaak, maar ook qua creativiteit. Er gebeurt echt veel. Veel noviteiten, nieuwe machines en andere smaak. Maar vooral marsje. Er zit veel marsje man op ijs. Ik dacht dat wij in de koffie veel deden, maar... Toch eens even creatief kijken of serieus kijken of ijs iets voor ons is. Ik heb nu al 3 liedjes gezien. Nee, mijn klas was ze willen met de olifant. Oh ja, dikke billen. Ja. Here I am, here I am. How do you do? Dus vertel het, Jimmy. Een kabab.